Er is eigenlijk maar één gerecht waarvan we zeker moeten zijn dat gewoon de geschiedenis overleeft. Een feestelijke vol-au-vent. Liefst van al een grote vidé. Degene die durft vragen dat vol-au-vent feestelijk genoeg is. Tuurlijk, je noemt niet zomaar boucher à la reine. Het was het lievelingsgerecht van de koningin. Mijn grootmoeder deed daar soms handgepaalde grijze garnalen bovenop. Er zit daar letterlijk en figuurlijk zoveel in. Vol-au-vent is een feest op zichzelf. We moeten dat bewaren.